gestaan. Kwart voor zeven. We zijn nu geladen in Roermond. En we gaan nu onderweg naar Alkmaar. De volgende ritjes gaan waarschijnlijk niet door, want die komen qua tijd niet uit. Want we zouden in Amsterdam moeten laden voor Tiel. Alleen in Tiel moet je voor 3:30 binnen zijn. Die gaan om 4:00 dicht. Dus om nog een beetje te kunnen lossen en zo, moet je wel op tijd binnen zijn. Dus dat gaat waarschijnlijk helemaal niks worden. Dan was het ook nog de bedoeling dat we weer zouden gaan laden in Tiel. Dus dat wordt helemaal niks. Dus we gaan zien wat de dag weer brengt. Bedrijfsverval laden voor Roosendaal. Kijk, Bontrans, welke moet je dan hebben? Item 2. Item 2, oh, dan ben ik. Heb jij een kettering in 48 BGZ3? Nee, ik heb de 33 BGZ3. Oh. Dan heb je gewoon twisteling geweest. Oké. Okay. Dat is maar 20 ook nummer 101, of jij? Ja. 10, 24, 42, 00, item 2. Ja, dat is het. Bedrijf naar Re-Energie. Ja, klopt, helemaal. Oké. Dan heb je een keer gezet voor jou, Mike. Helemaal goed. Dan is het ook een keer dan. Ja, dan ook, slaat je ook waarschijnlijk voor de hal. Want ja. Je hebt 5 uur net al een beetje twijfel gehad bij ons, dus dan zitten we al alleen veel van de hal. Ja, precies, dat is goed. Dat moet er best goed komen, denk ik. Oké. Hij volgt die beetje lijkt een plaatje, dus hij komt er best goed. Helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Doei. Het is nu 4:30. We zijn net weg uit Tiel. We hebben weer een flink pak werk meegekregen. We gaan nu nog even laden in Waalwijk en lossen in Roosendaal. Dan gaan we vanavond, denk ik, overnacht bij de Gouden Leeuwen Zevenbergshoek.
En dan gaan we morgen laden in Tilburg voor wie ligt in Duitsland. En dan in Venlo, voor een dorpje naast Venlo. En dan in Helmond voor Alkmaar. Dus die van mijn huis, die is voor de maandag. Dat gaan we doen. Zo, we zijn nu in Waalwijk. Rick is alvast aan het afkoppelen. Het bedrijf is al dicht. Ze hebben containers voor mijn buiten neergezet. En als het goed is, zitten mijn vrachtbrieven erbij. Dus ik ga het zo even kijken. Thank you.
vliegtuig staat nu 6:55. En eigenlijk mogen we tot 6:30 binnenrijden in Roosendaal. Dus ik hoop dat we nog naar binnen kunnen. We zijn nu in Roosendaal. Het is precies 6:30. We konden nog mooi naar binnen rijden. Dus we gaan nou even lossen. En dan gaan we daarna naar de Gouden Leeuw. Nou, we zijn nu in Alphen. Het liep even wat anders allemaal. We waren net aan het lossen in Roosendaal. Toen was er een containerdeur kapot gegaan. Die kon niet meer afgesloten worden. Dus ja, zo'n container kan ik niet bij de klant inzetten natuurlijk. Dan gaan ze hem laaien en dat wordt hartstikke gevaarlijk. Dus ik heb maar besloten om naar Alphen toe te rijden. Want ik zag dat ik nog tijd genoeg had om dat te doen. En morgenochtend gaat de klant toch pas om 7:30 open. Dus als ik om 6:00 ga rijden is het vroeg zat. Dus ik heb net even een container omgewisseld. Kapot aan de kant gezet. Een gerepareerde container weer opgepakt. En ja, dus tot dit even de laatste vlog.